Me How Do is een passende naam voor een tentoonstelling over het Nederlands paviljoen van de Wereldexpo in Shanghai. Dat vond wethouder Marianne Schreurs gisteren tijdens de officiële opening. De naam is een samentrekking van het Chinese Ni Hao, wat hallo betekent, en het Brabantse How Do. Happy Street, ontworpen door de Eindhovense architect John Kermeling, liet vorig jaar in Shanghai zo'n 7 miljoen bezoekers kennis maken met waar Brabanders goed in zijn. Iets nieuws bedenken en maken. Van Nijntje en houten meubels tot een toilet zonder water. Polyester schapen, bedoeld als decoratie, veranderde de kunstgrasweide onder het paviljoen in een oase van rust. Dat bezoekers de Happy Sheep zouden gaan gebruiken om op te zitten, liggen en slapen, had niemand verwacht. Vertelt Charlie Jongejans, de fabrikant van negispen uit Culemborg. De aanvragen voor een schapenfamilie komen sindsdien overal vandaan. Ni Hao Du is van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 6 tot en met 27 augustus gratis te bezichtigen. Locatie: het restaurant van Piet Hein Eek aan de Halve Maanstraat in Eindhoven.